De Dorpen Derby is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Deze vierde editie heeft als thema cultuur. Je kunt aan de wedstrijd meedoen door met elkaar een plan in te dienen om je dorp kleurrijker en leefbaarder te maken. Cultuur is het bindmiddel in onze samenleving bij uitstek. Wij vinden het heel belangrijk dat Brabanders zelf de ruimte krijgen om aan de leefbaarheid in hun dorp te werken. Uit alle inzendingen kiest een vakjury 9 finalisten die ieder 10.000 euro en professionele begeleiding krijgen voor de uitvoering van hun idee. Dit is hem dus, de evenementenwagen waar het allemaal om begon. Denk niet alleen in je eigen vereniging, maar kijk wat het hele dorp te bieden heeft. De dorpshuiskamer is een ontmoetingsplaats voor het dorp. Omroep Brabant volgt de finalisten en maakt daar een televisieserie van. We zagen dat we al voorbij komen, Dorpen Derby. We konden ons helemaal niks bij voorstellen. We dachten, ja, wij doen hier ons ding en waarom zouden we dat met z'n Dorpen Derby nog gaan delen? Dus op het laatste moment hebben we ons ingeschreven, maar het succes was enorm. Hey. De meest bijgebleven was toch wel die activiteit hier op het plein, waarbij we met jong en oud allemaal in beweging kwamen en iedereen was tevreden, iedereen had een glimlach op hun gezicht staan en daar zag je echt terug wat ons project het dorp heeft gebracht. We hebben gelukkig met heel veel enthousiaste vrijwilligers dit project samen gedaan. We hebben er met het hele dorp eigenlijk van genoten en nog steeds. Voor de top 3 is er nog een extra geldbedrag te winnen voor hun project. We vinden het heel leuk om te werken met een wedstrijd, omdat de verschillende finalisten elkaar tot grote hoogte weten te brengen. En je ziet dat effect enorm. Het geeft een enorme boost voor het dorp, want je doet het niet alleen met elkaar, je doet het ook nog tegen anderen. En dat geeft een mooi effect aan de hele wedstrijd, want ja, je wilt toch winnen. Je hoeft bijna niet meer mensen te vragen om mee te doen, maar mensen staan te trappelen om mee te doen. Dus we hebben er ook heel veel profijt van gehad en heel veel plezier van gehad. En dat losmaken bij mensen, dat vinden wij als provincie geweldig om voor elkaar te krijgen. Omdat het Brabant verder helpt. Omdat wij met elkaar Brabant maken. Met deze culturele editie kun je heel veel kanten op. Dans, theater, tradities, volkscultuur, archeologie, dialect, historische verhalen, monumenten, musea, literatuur, beeldende kunst, design, muziek of film. Iedereen kan meedoen en ik roep ook iedereen op om hun idee in te zenden. Wij nemen elk idee serieus. Kijk op brabant.nl/dorpenderby. Mensen, doe vooral mee, want je wordt er altijd beter van. En het brengt je dorp echt bij elkaar. Doe gewoon mee.